2022. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. 3 jaar niet gereden vanwege ziekte, COVID, weet ik veel wat allemaal. Het is nu 2 oktober. Herfst is begonnen. Dit is de kilometerstand. En de bestemming is Balkan. Ik heb geen idee hoe lang ik daar zal zijn, eerlijk gezegd. We zijn in Augsburg. Vandaag heel dag regen gehad, alleen maar kloten weer. Tot aan Nederland was het droog, daarna was het één grote regenbui. En ben er al helemaal klaar mee. Dus ik ben hier gestopt. Ik ga wat eten en drinken. En deze dag snel vergeten. Op doorreis richting Villach kom ik dit geval tegen. Een heel leuk stadje dit. Even wat gegeten. Eindelijk komt de zon er een beetje doorheen. Mijn pak was vanochtend nog steeds nat, dus het was echt koud. Maar het gaat nu beter. En als het goed is zit ik zo rond 1:06 bij Villach en aan de rand van de Balkan. Precies waar ik wil zitten na 2 dagen. Het zou eigenlijk een Villach moeten zijn, maar het is Salzburg geworden, omdat ik in de file kwam te staan dankzij een navigatiefoutje, dus ik ga daar lekker naar boven. Dag 3, hier geslapen, in Salzburg, heerlijk geslapen, wel duur, 120 euro, parkeren kost hier 30 euro voor een nachtje, maakt niet uit, naar Slovenië.
Slovenië. Kijk. En hier wordt het leuk en mooi. Het is eigenlijk wel heel de dag leuk en mooi. Ik heb echt prachtig weer. En rond 2:30 zit ik daar. En dan, als het goed is, nou ja, de hoofdstad einde deze avond. En daar ga ik Nederland zelf wel kijken. Hoppa! Kijk maar eens even. Kijk eens hoe vet. Ik ga daar wat drinken. Ik moest haasten. Ik ben nu in Pastogne, er is hier een grot. We sluiten over 20 minuten, dus even opschieten. Vandaag is een Ljubljana hangen. Het is heerlijk weer zoals je het gezien hebt. Het is tijd om richting Hongarije te gaan. Richting, uiteindelijk richting Transoerop. Dat is het meest oostelijk wat ik ga deze vakantie. On my way.
Het idee was oorspronkelijk om eerder te stoppen, maar er was waar ik er net was en waar ik net had gegeten, was echt helemaal niks. Zelfs het restaurant ging om 6 uur 's avonds dicht, dus ik heb besloten door te rijden naar Boedapest. Dat is toch 3 uur rijden? Nee, sorry, 2,5 uur. Moet allemaal ja, tijdens dat de zon ondergaat, want het is natuurlijk herfst, dus de zon gaat hartstikke snel onder. Betekent heel veel zigzagweggetjes, geen verlichting, pikken donker en amper wat op de weg. Wild dat ook kan rondlopen en ik ben er zojuist achter gekomen dat mijn achterband langzaam leegloopt. Dus dat is ook niet leuk. Even kijken hoe heftig dat is. Maar goed. Volgens mij is het hier. Even de ingang opzoeken. En lekker douchen. En daarna lekker een biertje. Zoveel, volgens mij ben ik een weekje onderweg. Ik heb hier geslapen, mega goed hotel binnen het centrum. Ik ben blij dat ik weer weg kan na een weekendje hier zijn, want het is zo astronomisch druk in deze stad. Het is leuk voor eventjes, maar daarna ben ik altijd wel weer heel erg blij dat ik weer op een bike kan stappen. Dus richting Eger en daarna een natuurgebied in. Buuk heet het geloof ik. We gaan het zien.
Bucky? Nationaal Park Bucky? Geen idee. Mooi hoor, je check het even. En ik heb super weer. Ik ga even kijken of er wat souvenirtjes te halen zijn en koffie. Zo, in Roemenië. Ik ben hier eigenlijk veel later dan ik had verwacht. Want ik had onophoud bij de douane. Het is een EU-land, maar toch wordt alles nog gecontroleerd. Maar niet uit, tijd voor een biertje. Huppatee, kijk eens even aan het water. Dag nummer 8 of 9 zoiets. Plan is verder Roemenië in te gaan. Dit stadje is echt een aanrader. Oradea heet het. Echt heerlijk geslapen. Lekker koffie gedaan. Nu verder Roemenië. Let's go. Hoppatee, check het eens even. Wat is hier echt mooi. En de wegen zijn prima, echt kijk maar, prima asfalt. Ik heb echt niet te klagen. En dit is, waar zijn we nou? Ik heb geen idee, ik weet niet of je het ziet, de DN15. Op weg naar Brasov.
Check hoe vet dit is. Dit is echt gaaf. Helemaal bovenin staat het Brasov. Ik heb iets langer doorgereden vandaag. Maar dan ben ik precies waar ik moet zijn. En kijk eens even. Tijd voor bier. In dit land hebben ze echt een hondenprobleem. Ik kom er zeker 30 per dag tegen die gewoon loslopen. Dakloze honden. Daar ligt er weer eentje. Hier is er nog eentje. Ja, ik heb geen idee wat ze doen. Of ze bijten. Kijk eens hoe mooi. Mooi hoor. Alleen die honden, hè. Zelfs hier zijn ze. Check dit dan, hé. Zo. Het is hier echt machtig mooi rijden. Het is echt bizar mooi. Holy fuck, het wegdek is kut. Het is echt, het wegdek is kut. Dat is gewoon de pech die ik heb dit jaar, maar... Dat maakt het er niet minder mooi op. Moet je kijken. We gaan nog helemaal naar boven. Hoe hoog het gaat, weet ik niet. Daar is trouwens ook de eerste sneeuw. We'll be right back.
Kijk, wat een never-ending story, man. Zo, de laatste kilometertjes in Roemenië. Ik zit hier te chillen met nog wat koffie. Ik heb mijn laatste leidjes opgemaakt. En dan Servië en Roemenië is echt goed bevallen. Echt, het wegdek is perfect hier. Het natuurpark is hartstikke mooi. Het is totaal niet verwesterd. Je ziet nog genoeg mensen met paard en wagen rondrijden. Maar verder is het gewoon hartstikke gaaf. Eén grote minpunt is het aantal dakloze honden hier. Dat is echt verschrikkelijk. Hier zit er weer eentje. Schijnbaar heeft Roemenië een stuk of 3 miljoen. Die gewoon dakloos zijn, geen eigenaar hebben en gewoon rondlopen hier langs dit soort wegen waar men gewoon 80 rijdt. Dus ja, ik heb er al genoeg. Ik denk dat ik er minimaal 20, 30 per dag zie. En als je langs de grotere nationale wegen rijdt, dan zie je zeker 5 tot 10 dode honden per dag doodgereden. Iedere dag weer. Maar los van dat is Roemenië echt bovenmatig goed bevallen eigenlijk, bovenmatig. Dus nu op naar Servië. Nou, dat ging gemakkelijk bij de douane. Dit is oud. Op naar Belgrado, joehoe! We'll be right back.
Dag zoveel, Belgrado uit. Mijn tank vullen. Ik zie ook wel dat mijn bandenspanning is. Hier hebben we band ongeveer een halve bar per dag verlies nu. Dat was van 0,2, dus het gaat harder. Nou ja, we gaan zien hoe en wat. Anyway, op naar de grens en op naar Bosnië.
Dit is het stadje Fosa, hier heb ik overnacht vannacht. Maar ik had hier een beetje een rare nasmaak. Hier is geen genocide plaatsgevonden. Duizenden moslims zijn hier letterlijk afgeslacht. Daar verderop staat een beeld ter nagedachtenis van de 650 patriotische Serviërs. Er wordt geen woord gerept over genocide. Geef mij een beetje een gevoel. Ik ben blij dat ik doorga richting Montenegro. Hoppatee. Ik moet daarin om de berg op te gaan. Maar ik ben bijna leeg. Nou, dat is ook niet waar, maar als ik iets doorrijd, dan heb ik daar een pompstation en kan ik een koffie doen. Dat is nog veel belangrijker. Thank you.
Eerste dag in Kosovo. Het is echt fantastisch hier. Ik heb hier geslapen. Mensen zijn hier bizar vriendelijk. Ik blijf hier nog een dag in Kosovo. Ga dan door naar Albanië. Maar dit is me echt super bevallen hier. Het leven is hier echt goed. Ik ga door. Christina, moet je dit kijken. Wow. Prachtig. Noord-Macedonië, hier geslapen vannacht. 5 sterren, nog nooit gedaan. Goedkoop, 50 euro. Express gedaan omdat het hier gewoon een grote klerenzooi is. Ik zit hier nu in Tetovo. Hier is helemaal niks bijzonders, dus ik heb hier ook maar gelijk ontbeten. En ik ga nu door richting Albanië. En gewoon kijken wat er onderweg te zien valt. Want ik weet niet, volgens mij, ik heb zo'n gevoel dat hier niet al te veel te doen is en te zien is in het land. We gaan het zien.
Dit is Sturga, moet ik het goed zeggen. Kijk eens even. Tijd voor koffie.
De volgende dag, ik zit hier in Griekenland. Het was helemaal niet de bedoeling om hier te komen. Gisteravond zou ik terug de grens over Albanië gaan. Alleen het was donker en de wegen daar boven de bergen waren zo bizar slecht. Niet verlicht, geen reflectoren, gaten in de weg, loslopend vee, wild dat zomaar rondloopt. Grind overal. En vooral helemaal niemand in de buurt, dus in je eentje dat niet echt veilig. Dus ik ben hier in Griekenland gebleven. Ik ga terug op Albanië in en ik denk dat ik daar iets ga zoeken om een paar dagen te chillen. Dat was het. Ik heb besloten om eventjes 2 dagen lekker helemaal niks te doen. Echt niks. Ik heb nog een boekje die ik wil lezen. Check eens. Dat is mijn kamer daar. En ik zit letterlijk aan het water. Twee dagen lekker gechilled hier. Het was hier echt perfect. Tijd om door te gaan naar Kotor. Ze hebben een hagelnieuwe snelweg aangelegd. Perfect. En daar ligt Floren. Daar ga ik wat eten. We'll be right back.
dag zoveel, de scooter. Ik had hier eigenlijk gisterenmiddag al moeten zijn, maar het werd gisteravond omdat de wegen in Albanië zo bar en bar slecht zijn. Vanaf Floren ten noorden daarvan is het allemaal heel druk en slecht. Dus ik kwam hier laat binnen. Dit is heel mooi, maar ook veel duurder. Drie keer zo duur als Montenegro toen ik net vanuit Bosnië de grens overkwam. En vooral zeer toeristisch en daar ben ik nooit zo grappig op. Ja, je kan buiten over de kop rollen, dus ja, dat is niet echt mijn ding. Ik ga lekker de kustroute afrijden. Ik ben uitgestapt in het kleine dorpje Slano. In plaats van Dubrovnik. Check, aan het water. Ik ga even een colaatje drinken. In Dubrovnik was gewoon geen plek. Veel te hysterisch, veel te druk. Ik kom er ooit nog een keer, maar dit is meer mijn ding. Lekker rustig. Dus ik ga hier lekker cola drinken. Pak weer 50 kilometer verderop zit ze elkaar te verdringen op een plekje. Het is hier veel rustiger. Veel relaxter, veel lekkerder. Anyways, we gaan verder naar het noorden. Appartement geboekt in Makarska. Ik ben vroeg gestopt vandaag, maar ik wilde hier eigenlijk een paar dagen blijven, maar het is inmiddels al donker. En echt veel valt er niet meer te doen. Het heeft geen zin meer om nog lang te blijven hier, want alles is gesloten. Alles. Het seizoen is al lang voorbij. Er is niks meer open. De meeste restaurants zijn dicht, de meeste hotels zijn dicht. Ik heb dit superieure appartementje voor een prikkie kunnen krijgen. De hoteleigenaar moest persoonlijk 25 kilometer komen rijden om mij de sleutel te kunnen overhandigen. Verder is het hele hotel is leeg. Dus ja, om hier nou een paar dagen te blijven, dat was eigenlijk het plan. Ik ga het niet doen. Ik denk dat ik vanaf hier gewoon iedere dag verder trek terug naar richting Nederland. En
het idee van een paar dagen hier in Kroatië blijven hangen, dat laat ik gewoon links liggen. Ik ga gewoon richting Nederland morgen. Koffietijd. Het is Biograd du Mare. Ik denk dat ik ergens bij Kirk eindig. Kirk eindig vanavond. Geen idee, maar koffietijd. Eiland Kirk, in de stad Kirk. Echt hele smalle stegen hier. Als ik hier mijn motor zou zetten, dan parkeer ik de hele weg, ook voor voetgangers.
mijn rit tot dusver. Tijd voor een colaatje en boeken. Ik weet niet of je kan zien het Hogekasteel daarboven. Hier geëindigd, Trento. Het is nog droog hier. Bolzano, dat is niet te doen, want daar regent het. Dus ik blijf hier voor de nacht. Bizar man, het is bijna november. Hier zou normaal al moeten sneeuw moeten liggen, maar ik kan hier nog gewoon rijden. Het is ongelooflijk. Ik kan het eigenlijk niet zien, het is onverlicht, maar dit is de stad Ulm. En ik ben nu eigenlijk in handbereik van Nederland, dus ik denk dat mijn laatste nacht is hier.
Morgen waarschijnlijk een snelwegrit, iets van 800 kilometer. En dan ben ik weer lekker thuis. En dat was het 3,5 weken totaal.